Hey, welkom terug. Wil je soepele, lange hamstrings? Wel, heel eenvoudig. Doe heel regelmatig de sequence die we samen straks gaan beoefenen. Het principe die we toepassen is heel eenvoudig. We gaan eerst in de eerste houdingen de hamstrings activeren, de circulatie verbeteren, ze opwarmen, ze een beetje vermoeien. In fase 2 gaan we de hamstrings, die al wat vermoeid zijn, uittrekken en stretchen. Een ideale combinatie om snel langere hamstrings te krijgen. In de les heb je vandaag een riempje nodig. Heb je geen riempje, dan kan je een sjaal gebruiken of een deken. Maar een yogariempje is dus heel handig. We starten zittend op de grond. Sluit je ogen. In 1 minuut de tijd nemen we om met de aandacht naar binnen te keren en om in een staat van yoga te komen. Een staat van connectie. Dus met je ogen dicht, kijk naar binnen en luister naar je ademhaling. Span de schouders door de schouders naar achteren te rollen en maak je bekken zwaar en ontspannen. Met elke ademhaling maak de rug langer van je bekken richting de kruin. En wanneer je uitademt, ontspan je gezicht. Maak nog één diepe inademhaling. En adem dan uit en zachtjes open je de ogen terug. Goed, kom op handen en knieën. Plaats je handen op schouderbreedte of net iets breder. De schouderbladen duw je naar elkaar toe, waardoor je hart wat zakt richting de grond. Duw de kin wat naar binnen toe, een mooie lange rechte nek. Nu zachtjes trek de navel omhoog. Creëer dus een minimale subtiele tonus in de buikspieren en breng je rechterbeen omhoog. Spreid de tenen van je rechtervoet en breng je rechterbeen iets hoger. Nu duw de buitenzijde van je rechterheup omlaag, waardoor je heupen mooi op één lijn blijven. En breng nu je been iets hoger en dat wordt moeilijker. Wil je meer uitdaging? Prima, strek je linkerarm voor je uit. Spreid de vingers, spreid de tenen en vanuit je hart strek je uit in alle richtingen. In deze houding werken de hamstrings van je zwevende been. En adem uit, land de handen en de knieën terug. We doen de andere kant. Linkerbeen breng je op heuphoogte. De buitenzijde van je linkerheup rol je richting de grond en breng nu je hiel iets hoger. Wil je meer uitdaging? Strek je rechterarm voor je uit. Focus je op één punt en vanuit je hart maak lengte in alle richtingen. Nog één ademhaling hier en uit. Kom terug op handen en knieën. Eenmaal op handen en knieën, buig je ellebogen, kom met je hart langzaam omlaag op de grond. Plaats de handen iets breder dan de mat en maak spinnenpoten. Vingers gestrekt, polsen van de grond. Rol de schouders naar achteren en duw de wreef van de voeten in de mat tot de knieën omhoog komen. Zo cultiveer je kracht in de benen. Spreid de tenen en duw nu je staartbeen richting de hielen. Je onderrug krijgt zo meer lengte. Adem in, kom omhoog. Uit omlaag. Doe een aantal keer. En omhoog. Doe de kin naar binnen toe. Uit omlaag. Nog twee maal. Uit omlaag. Laatste maal. En omhoog. En uit omlaag. Breng nu de handen in een V achter de rug. Zwevend boven de grond. De handpalmen rol je omlaag.
Lift de schouders zo hoog je kan en breng de benen omhoog. Spreid de tenen, duw de kin naar binnen toe. Breng je benen zo hoog je kan. Forceer je niet. Je mag geen pijn in de lage rug voelen. Dus duw je staarbeen aan de hielen. Prima. Nog één ademhaling hier. En adem uit. Kom met de handen onder de schouders. Kom op handen en knieën. En we doen een kat-koe. Adem in. Kijk zachtjes voor je. Maak een holle rug. Uit. Maak een bolle rug. Nogmaals in. Holle rug. En uit. Een bolle rug. In. Holle rug. Uit. Een bolle rug. Laatste maal in. Holle rug. En uit. Een neutrale rechterrug. Krul de tenen in de mat. En kom in een neerwaarts kijkende hand. De eerste hand. Buig zachtjes de knieën. En duw je zitvlak. Omhoog en naar achteren. De armen zijn krachtig gestrekt. De onderzijde van je armen tel je omhoog. Nog één ademhaling hier. En uit langzaam stap helemaal naar voren toe. Buig voldoende de knieën, handen op je scheenbenen. Adem in, maak een lange rechte rug. Uit, vouw voorwaarts omlaag. Kom met je handen op je heupen en kom helemaal omhoog. Uit, armen langs je lichaam. We doen één zonnegroet. Hier gaan we. Adem in, armen omhoog. Uit, duik omlaag. Dus noods met gebogen knieën. En adem een lange rechte rug. Uit, stap naar achteren. Kom in hoge plank. Dus noods op handen en knieën. En adem uit, kom plat op de buik. En cobra. Uithouding van de hond. De hond, breng je rechterbeen omhoog. Spreid de tenen van je rechtervoet. En hou beide armen krachtig gestrekt. Nu duw de linkerhiel richting de grond. En dan voel je stretch aan de achterzijde van de kuitspier. In een ademhaling hier. En uit, wissel de voeten. Linkerbeen omhoog, spreid de tenen en duw de rechterhiel richting de mat. En een ademhaling hier nog. En adem dan uit, land bij de voeten op de mat. Langzaam stap, helemaal op de voorzijde. En adem een lengte terug. Uit, duik omlaag. Handen op je heupen. En adem in, kom langzaam helemaal omhoog. Uit, armen langs je lichaam. En breng de armen omhoog. Uit, duik terug omlaag. Indien nodig kan je een blokje gebruiken of twee blokjes gebruiken om met de vingers op te steunen. Misschien heb je geen blokjes nodig. Verplaats je lichaamsgewicht op je linkervoet. Breng je rechterbeen zwevend omhoog. Buitenzijde rechterheup rol je omlaag. Spreid de tenen van je zwevende voet. Je staande been kan je zachtjes buigen. En druk goed de binnenzijde van je staande voet in de mat. En dat creëert stabiliteit in de pose. En nu kan je blijven balanceren op je vingertoppen. Of je kan je vleugels openen. Spreid dan de vingers. En vanuit je bekken adem lengte in alle richtingen. Hou je zwevende been krachtig. En een ademhaling hier. En uit. Land beide voeten op heupbreedte. Adem in. Lengte in de rug. Uit. Lichaamsgewicht op je rechterbeen. En breng je linkerbeen omhoog. Jij kiest. Op blokjes steunen. De staande knie kan je zacht buigen. Maar je bovenste been strek je helemaal. Spreid de tenen van je bovenste been. Nu voel stabiliteit door je staande voet, vooral de binnenzijde, stevig in de mat te drukken. Kan hier blijven of je rechterarm zijwaarts strekken en misschien ook je linkerarm. Lukt het, maak dan lengte in alle richtingen. En adem uit,
Beide handen raken de grond. Beide voeten raken de grond. Inademen. Lang rechte rug. Uit voor voorwaarts omlaag. En kom zittend op de knieën. Ik zal met mijn rug naar je toe draaien om de houding te tonen. Eenmaal op de knieën, dan ga je linkervoet bovenop je rechtervoetsel opplaatsen. De wreef, het bottige gedeelte van je bovenste voet steunt op de peesplaat. En dan kom je zittend op je hielen. Comfortabel is de houding helemaal niet. Kom je lichaamsgewicht ietsje naar achteren. En je zou moeten een spanning voelen in de onderste voetzool. Dus als je die spanning voelt, relax. Adem diep in en uit. En wanneer je uitademt met een smile, maak je bekken zwaarder. Duw je bovenste voet in de plantaire fascia van je onderste voetzool. En als je geen stretch voelt, verplaats je bovenste voet een klein beetje. Nu voel ik een deugd om de stretch. Hetgeen we doen is de fascia, het bindweefsel van de voetzool, openrekken. Waardoor we meer lengte kunnen maken in de fascia van de hamstrings. Goede oefening om makkelijker en sneller lengte te maken in de hamstrings. Nog één ademhaling hier. En adem uit langzaam. Kom uit de houding. We doen de andere kant. Dus wissel de benen. En dan langzaam kom in je bekken. Bovenop beide hielen. Adem uit. Span je bekken. Is de houding te intens? Steun met je vingertoppen iets op de grond. Anders met lengte in de rug. En een smile. Gaan we de fascia stretchen van onze voetzool. Goeie nieuws is, hoe meer je de oefening doet, hoe makkelijker de pose wordt. Ben je nieuw met deze houding, dan kan je heel veel spanning hebben in je fascia. En dan is de pose helemaal niet prettig. Vandaar dat ik wat blijf praten om je bezig te houden. Prima. Nog één ademhaling hier. En adem uit. Langzaam. Kom uit de houding. Kom terug in de pose van de hond. En in de houding van de hond, kijk naar je handen. Spreid de vingers, kracht in de armen. Buig de knieën, duw je zitvlak omhoog en naar achteren. En maak lengte in de rug. Nu ga je met je grote rechterteen de linker achillespees vastnemen. Dus je tweede teen en je grote teen klemmen de achillespees vast van je linkerhiel. En adem uit, duw je linkerhiel van naar achteren. En dan voel je stretch aan de kuitspier van je achterste gestrekte been. Nog één inademhaling hier. En adem uit, wissel van zijde. Grijp je rechter achillespees vast. Strek goed je rechterbeen. Duw je rechterhiel in de mat. Terwijl je lize omhoog en naar achter duwt. En dan voel je een diepere stretch. Hou beide handen stevig in de mat gedrukt. Maak nog één ademhaling hier. En uit. Kom terug met beide voeten op de mat. Breng de voeten dichter naar elkaar toe. Adem in. Strek je rechterbeen helemaal omhoog. Uit. Zwier je rechtervoet helemaal naar voren. Wandel beide handen naar de linkerzijkant van de mat. En dan ga je de rechtertenen of de linkertenen ietsje meer naar buiten toe draaien. Buig je linkerknie en kijk naar je achterste been. Breng de achterste tenen omhoog. Steun op de hiel en hou je been krachtig gestrekt. De voorste gebogen knie duw je naar achteren. Je kan op een blokje steunen. Je kan op je vingertoppen steunen. Of je kan je handen in Anjali Mudra brengen. Jij kiest. Dus steek je zitvlak uit naar achteren. En hou kracht in je gestrekte been. De quadriceps zijn actief. Adem uit, zak met je bekken iets lager.
Dan steek je bekken uit naar achteren. Nog één ademhaling hier. En adem uit. Verander van kant. Quadriceps zijn actief. Spreid de tenen. En duw je liezen naar achteren en omhoog. Alsof iemand je zit, vlak vastneemt en naar achteren en omhoog trekt. Met je rechter elleboog kan je tegen de knie aandrukken om meer opening in de adductoren te maken van je gebogen knie. Duw de hiel van het gestrekte been krachtig in de mat en sleep de hiel zelf iets dichter naar jezelf toe zonder die te verplaatsen. Nog één ademhaling hier. En uit, kom met beide handen op de mat. Stap terug op de voorzijde van de mat. Kom in de houding van de hond. Adem in, rechterbeen terug omhoog. Uit, zwier je rechtervoet helemaal naar voren toe. Land de achterste knie. Adem in, kom met je armen omhoog. En uit, breng beide handen aan de binnenzijde van je voorste voet. Draai nu de rechtertenen iets naar rechts toe. Wandel je rechtervoet een klein beetje schuin naar voren toe. En steek je zitvlak uit naar achteren. Tot je voorste been is gestrekt. En je kan een blokje nemen. Op het blokje steunen. Duw de hiel van je voorste been in de mat. En trek je hiel naar de muur achter je. Misschien heb je geen blokje nodig. En steun je met je vingertoppen op de mat. Hoe meer je rechterlies naar achteren duwt, hoe dieper de stretch in de hamstrings wordt. Na een poosje kan je misschien je voorste voet nog iets meer naar voren brengen. Kom niet volledig in een split. Blijf kracht houden in je voorste been. De hiel duw je in de mat, tenen spreid je. Nog één ademhaling hier. En uit langzaam. Glij je voorste voet naar achteren. Kom in een neerwaarts kijkende hond. En een ademhaling hier. Voeten tegen elkaar. Strek je linkerbeen omhoog. Uit, zwier je linkervoet helemaal naar voren toe. Land de achterste knie. Adem in, beide armen komen omhoog. En uit, land de handen op de grond of op een blokje. Wiebel je voorste voet een klein beetje zijwaarts, de tenen wijzen diagonaal. Breng je voet iets naar voren. En dan steek je zitvlak uit naar achteren. Alsof iemand je zitvlak vastneemt en naar achteren trekt. Je voorste been is gestrekt, spreid de tenen. De quadriceps van je voorste been zijn actief. Je adem in, maak lengte van je bekken naar je hart toe. Uit, duw de liezen meer naar achteren. Vooral de linkerlies. Merk op wanneer je linkerlies meer naar achteren duwt, dat je meer stretch voelt aan de binnenzijde en de achterzijde van je voorste been. En als je lichaam toelaat, kan je de voorste voet iets meer naar voren toe brengen. Maar hou je been actief. Focus. En een ademhaling hier. En uit, glij je voet helemaal naar achteren. Kom terug in de neerwaarts kijkende hond. En een ademhaling hier. En uit, stap helemaal naar voren toe. Handen op je heupen. En adem in, kom helemaal omhoog. Uit, armen langs je lichaam. Breng je voeten op heupbreedte of zelf ietske breder. Wanneer je de voeten ietske breder brengt, wordt de voorwaartse buiging een stukje makkelijker. Spreid de tenen. Duw de binnenzijde van de voeten in de mat. En ook de buitenzijde. Adem diep in hier. En uit, scharnier vanuit je bekken met een lange rechte rug. Desnoods buig de knieën. En kom met handen op je scheenbenen. Nu maak een holle onderrug. Maak je onderrug zo hol je kan. Je zitbotten duw je omhoog en naar achteren. Hou holling in de lage rug. Dus maak geen bolle rug, maar maak zoveel mogelijk een holle, lage rug. En dan met de handen op de scheenbenen kan je misschien de benen iets meer strekken. Hou die holling in de lage rug.
moet in staat zijn om met je vingers de huid vast te nemen van de lendenwervels. Als dat niet lukt, dan is je onderrug te bol. Dan schiet de huid weg. Dus dat is de referentie. Je hoeft de benen niet te strekken om een efficiënte stretch in de hamstrings te voelen. Belangrijk is de binnenzijde van de voet in de mat duwen. De hielen zonder te verplaatsen iets naar buiten duwen, creëert ruimte in je bekkenbodem en je zitbotten omhoog en naar achteren duwen. Nog één ademhaling hier. En adem uit. Buig zachtjes de knieën. Stap helemaal naar achteren. Nog één ademhaling hier. En uit, kom met de knieën op de mat. Prima. We gaan de liggende houding doen. En voor de liggende pose hebben we een riempje nodig. We gaan een hele efficiënte stretch doen die iets langer duurt. Maar die zal helpen om snel lengte te maken. Dus kom platliggend op de rug. Grijp je riempje of je deken. Strek je rechterbeen omhoog. En haak het riempje rond je rechtervoet. Wat ik prettig vind, is een lus maken met je handen rond het riempje. En jij kiest hoeveel lengte je maakt met het riempje. Je kan je riempje korter of langer maken. Belangrijk is om met de schedel op de grond te kunnen steunen en de schouders te ontspannen. Duw nu de binnenzijde van je bovenste voet omhoog richting het plafond. Spreid de tenen en duw de tenen iets naar jezelf toe. Zo krijg je meer stretch in de kuitspier van je zwevende been. Je liggende been is ook actief. Duw de hiel, linkerhiel in de mat. En duw de binnenzijde van de linkervoet ook iets naar voren toe. Nu door de tenen te spreiden blijven de quadriceps actief. En met je handen kan je wanneer je uitademt je voet een klein beetje naar achter brengen. Telkens je uitademt, breng je zwevende been iets meer naar achteren. Tot jij een grens voelt. Hou je voet wakker. Vraagt focus en aandacht. Goed. Wat we nu gaan doen, is een manier die je zal helpen om dieper in je stretch te komen. Hou je tenen gespreid. Kijk naar je zwevende voet. En duw nu je bovenste hiel richting je liggende been. Dus je duwt je bovenste hiel richting de voorzijde van de mat. Met je handen trek je even krachtig terug. Dus je been beweegt niet, maar toch is er een actie. Je hiel duw je naar voren en met je handen trek je even krachtig terug. Hou je been krachtig gestrekt. Dat doen we 10 seconden ongeveer. Nog één ademhaling. Adem uit, laat de beenspanning los en trek je been iets meer naar achteren. En dan spreidt de tenen terug kracht in je been. En dan gaan we nog een tweede maal doen. Duw de hiel naar de muur voor je terwijl je met je handen even krachtig terugtrekt. Dus creëer een momentum. Spreid de tenen, ook je kleine teen. Kracht in de benen. Nog één ademhaling hier. Adem uit, laat de beenspanning los en breng je been mogelijk iets meer naar achteren. En terug kracht in je been. En je merkt, wanneer je de spieren eerst opspant, de hiel naar voren duwt, 10 seconden. En al 10 seconden uitademt, de spanning loslaat, dan kan je net iets dieper komen. Nog één ademhaling hier. En uit, buig de knieën. En laat je voet los. En we doen de houding aan de andere kant. Strek je been. Maak een lus rond het riempje. Ontspan de schouders. Duw de kin wat omlaag richting de grond. Kracht in je liggende been. Duw de hiel in de mat. Spreid de tenen van beide voeten. Dus hou beide benen actief betrokken. Kracht in je been. Adem in, vul jezelf met ruimte. En uit, breng je linkerbeen iets meer naar achteren.
Je linkertenen wat omlaag trekken helpt om de kuitspier te stretchen. Goed, we doen dezelfde oefening. Duw de hiel van je zwevende been terug naar de muur voor je en met de handen trek even krachtig terug. 10 seconden. Hou kracht in je been, duw de hiel naar de muur voor je. Met je handen trek even krachtig terug. Nog 1 inademhaling. En adem uit, laat je spanning los in je benen. Trek je been iets meer naar achteren. En creëer terug spanning. Spreid je tenen. Kracht in beide benen. Je doet dezelfde techniek nog eenmaal. Duw je bovenste hiel naar de muur voor je. En met je handen trek je been tegelijkertijd naar achteren. Hou kracht in de benen. Nog 1 inademhaling hier. En adem uit. Kom met je benen iets meer naar achteren. En dan blijven nog 3 ademhalingen hier. En adem uit, langzaam, laat los. Laat je riempje opzij. Kom met de voetzolen tegen elkaar in de butterfly positie om de binnenzijde, de adductoren, wat lengte te geven. Armen langs je lichaam. Telkens wanneer je uitademt, laat de knieën wat omlaag vallen. De kin omlaag richting de grond, waardoor je lengte maakt in de nek. Rol de schouders onder je lichaam iets dichter naar elkaar toe. Nog 1 inademhaling hier. En adem uit, langzaam breng de knieën terug naar elkaar toe. Strek je benen voor je uit. Breng je rechterarm omhoog naar achteren. En dan langzaam breng je rechterknie omhoog. Rol op je linkerzijkant. Doe nog 1 pose. Paschimottanasana, de voorwaartse tang. En ik plaats mijn voeten iets breder dan de heupen in die houding. Waarom? Dat creëert meer ruimte in mijn bekkenbodem. Ik gebruik een riempje. En ik haak het riempje rond mijn voeten. De oefening die ik wil doen is lengte maken in de rug, schouders naar achteren. Ik spreid de tenen. En nu ga ik scharnieren. Vanuit mijn bekken hou ik lengte in de rug en mijn benen komen iets meer naar voren. Dus ik ga geen kromme rug maken. Ik heb wat hyperkyphose in mijn bovenrug, dus de oefening is voor mij uitdagender om lengte te houden. We willen vooral een stretch voelen in de lage rug. Duw je zitbotten naar achteren. Je hart naar voren toe. Misschien kan jij de voetzolen vastnemen aan de buitenkant. Ja, misschien kan je de benen iets meer strekken. Zonder een kromming te maken in de rug. Dus breng je hoofd niet tussen de benen, maar ga voor lengte. Van je zitbotten richting de kruin. En van je zitbotten duw die hielen naar voren toe. Blijf je hielen in de mat drukken. Duw de kin naar binnen toe en groei met elke ademhaling. Adem in, maak lengte, uit, kom misschien iets meer naar voren toe. Kan je ogen sluiten in die houding. Je kan een stretch voelen aan de handse achterzijde van de benen en in de lage rug. En een ademhaling hier. En uit. Laat los. En op jouw manier kom langzaam op je rug liggen. Wandel de voet iets breder uit elkaar. Armen langs je lichaam. En rol de beide knieën van links naar rechts.
hele soepele beweging. En dan kom je tot stilstand. Strek de benen voor je uit. Maak je klaar voor jouw Shavasana. Plat op de rug. Jij kan kiezen hoe lang je hier blijft liggen. Geniet van een aantal deugdende ademhalingen. En met elke uitademhaling ontspan je fysieke lichaam meer. Hoe meer je fysiek lijf is ontspannen, hoe makkelijker het is om je mind te ontspannen. Namaste.